Welkom kijkers van Quart Experience, welkom terug. Als jullie de eerste aflevering niet hebben gezien, dan willen jullie misschien eerst kijken. Maar dit is dus verder met mijn Let's Play. De nieuwe Need for Speed Most Wanted. En ja, we gaan eigenlijk door waar we zijn gebleven de vorige keer. Ik ben eigenlijk op zoek naar wat auto's. Voordat ik echt in het racen wil. Ik wil eigenlijk een keer een mooie auto vinden. Want ik denk, dan ga ik dingen vrij spelen. Want er zit toch wel echt vette auto's in dit spel. Oeps. Wat ik ook mooi vind in het spel is dat ze de gewone auto's zeg maar, op straat hebben vervangen door echte auto's. Deze misschien is heel duidelijk. Maar, even kijken of ik een auto kan vinden. Weet rijden. Nou, alsjeblieft, hier heb je een Chevrolet Cobalt. Die ken ik nog van de vorige Most Wanted, daar was het een van de beginauto's. Als we nog een auto hebben die... Wow, wow. McLaren. Mercedes AMG. Die ga ik even rijden. Ja, het is naar mijn mening niet natuurlijk geweldig uitziet. De achterkant of zo. Maar het rijdt wel hard natuurlijk. Ik denk dat we een race gaan wagen met ons. Eens kijken wat we gaan doen. Met onze goede oude Porsche. Als je een leuke auto vindt, ga ik daar misschien mee in de race. Dus nu uitziet gaan we de spoorstuk op die natuurlijk. Ja, dat zijn mijn auto's eigenlijk hoor. Met je visjes. Dit is een GTA eigenlijk ook geweldig. Zwaar op race. Maar meer zeg maar, ja, er zijn wel een paar supercars die ik echt mooi vind. Maar ik ben vooral van de tuners meer. Dus de auto's in eerste instantie niet zo goed zijn als de supercars, maar die je door upgrades even goed kan maken. Deze. Muscle. Ik dacht dat die vriendelijk zou zijn. Maar politieagenten rijden dus rond. Dan wat vaker dan in de bossen wordt worden. Vandaar race eigenlijk rond tenzij je iets verkeerd deed. Maar die gaan dus ook achter je aan. Als je te hard rijdt al. Als je te hard voorbij komt, dan gaan ze achter je aan. Ik wil zeggen, deze keer gaan ze. Ik heb het voordat we deze race doen. Ik heb het gevoel dat hier ergens een auto moet zijn. Ja, die hadden we al. Ja. Misschien er bovenop. Als we naar boven kunnen. We kunnen naar boven. Oh, what's that? Dit is een Porsche voorzichtig. Of kun je het? Dus die family car uitvoering. Ja.
Oh, ik denk dat de hele tijd dit een beetje Cast of Glass is. Lincoln Park. Nou, ik ga toch voor deze. Laten we een efficiënt hier even naar beneden rijden. We vinden nog een auto. Volgens mij is dat ook. Dat is de. Ja, dus een andere plek zeg maar van de Carrera S. Kijk, dus zie je, soms staan ze heel dicht bij elkaar. De jackspots, maar lang niet altijd. Oké. Circuit race. Oké, dus ik krijg burn nitrous en offroad tires. Die offroad tires zullen misschien hier dus wel van belang zijn. Omdat deze auto ook offroad races gaat krijgen. Cutscene krijg je voor races, maar dat stelt een beetje, laat een beetje zien wat voor gebied het is. Dus niet, dit is niet bijzonder informatie of zo. Maar het zijn toch wel iets extra. Audi A1, serieus. Wow. Ah, ik kan niet in één keer. Maar we rijden. Als je deze gaat, valt het niet snel uit. Ik hoop dat je niet ingerapt wordt. Dat je niet anders in de hand. Het maakt niet veel uit, maar ah, waar ik nou nu wel trappen mogen nemen. Oké, we halen het nu wel in één keer. Kom op. Ja, nee, jammer. Finish. Yes. Offroad tires en burn nitrous. We zullen zien, we moeten naar de eerste blacklist toe. Nou ja, blacklist 10 voor onze stad. Daar moet ik nog best wel wat punten voor hebben, zoals jullie zien. Maar je moet tegen die tijd natuurlijk ook wel een goede auto hebben. Maar we skippen deze. Of we thuis nog even. Niet terug, zetten we er wel op. Ik snap alleen maar waarom ik niet voor geen headset display heb. Dan komt die nu pas naar de race. Ja. Oké. Zat daar een auto toevallig? Nee, niet echt. Losse motorkap. Toch wel erg ding, losstap. Maar daar gaan we de volgende keer mee verder. De volgende keer gaan we zorgen dat we een goede auto krijgen. Zodat we tegen de tijd een punt hebben, ook op de plek te kunnen racen. Dus tot de volgende keer. Doei!